Welkom bij NL Magazine, Going to the Movies. En naast mij zit weer Patrick van der Wijk. En ik ben Maurice Harout. En dit keer hebben we het over The Darkest Hour. Met Gary Oldman. Ja. Als Winston Churchill. Een historische film. Historische film. Ja, ik denk als je... Je gaat heen voor het verhaal, ja. In ieder geval. Ja, het is gewoon echt een film voor het verhaal. Ja. En het is helemaal aan het beginperiode van Churchill... Hoe hij dus premier wordt. Leuk, ja. Ook om eens dat stuk te zien in plaats van weer dat middenstuk waar we wel vaker wat gezien hebben. Want je ziet echt gewoon dat het niet zo makkelijk is gegaan als iedereen denkt. Nee. Je hebt altijd historisch verhaal van ja, mooie speeches en dan hij zo hup. Maar het blijkt dat er toch wel wat... Te hebben voet in aarde gehad. Ja, zeker. Ja. Dus hij heeft niet echt collegiale steun, zullen we zeggen. Nee, dat viel best wel tegen. Dus ik denk voor mensen die gek zijn op de Tweede Wereldoorlog, zeker naartoe gaan. Ja. Moet je dan toch even weer wat... Jij kent het beste woorden, jij hebt geschiedenis gestudeerd. Ja, nou, dus is het ook een beetje accuraat wat er verteld wordt? Nou, het interessante is, kijk, niet alles wist ik hiervan. In ieder geval niet van wat natuurlijk de parlementaire geschiedenis ervan. Dat is wel dat Chamberlain... Dus iemand die geschiedenis en politicologie heeft gestudeerd, weet eigenlijk niets van de Winston Churchill. Jawel, nee. Maar dat hij met name in zijn eigen partij zoveel tegenstand heeft gehad, dat vond ik wel interessant. Ik vond het ook interessant dat het juist de tegenpartij was die hem wou. Ja. Ja, nee, dat was een heel interessante... Dat hij daardoor aan de macht gekomen is, had ik niet verwacht. Nee, want die Chamberlain, dat was dus zijn voorganger, die wilde steeds natuurlijk peace in our time, dat was natuurlijk zijn slogan. En dat probeerde hij steeds maar natuurlijk toch een soort akkoordjes te doen. Dat gebeurt nu ook weer, want Engelsen werden best, en Fransen werden in de pan gehakt. En eigenlijk wilden ze steeds vrede sluiten. Ja. Dat is een hunlag. Ja, maar dat was wel heel erg duidelijk dat dat best wel een optie was. Ja. En dat historisch gezien wordt dat niet zo vaak benadrukt, dat zo... Kantje boord is geweest. Maar heb je ook, vond je ook niet dat de rol van de koning nog een grote rol was? Ja. In het hele proces? Ja. Dat als je de steun van de koning had, dat toen nog echt iets betekende? Ja. Dat is een op een gegeven moment sloeg die koning om, weet je wel, naar Churchill's kant toe. En toen ging het balletje wel even anders rollen. Ja. Dat vond ik ook wel een heel stuk. En dat vond ik wel leuk dat daar bijvoorbeeld de serie The Crown op Netflix, die sluit er best wel heel mooi bij aan, want die doet ook die periode. En dan zie je ook dat verband met Churchill en de koning en hoe het allemaal gaat. Die heb je dan om te zien. Nee. Maar zeker als je van dit soort films houdt, dan hou je ook van dat soort series, moet ik zeggen. Oké, dat is een aanrader. Even tijd voor maken. Ja. Nee, maar dus het is een, deze film is echt duidelijk voor mensen die gewoon een goed verhaal willen zien. Ja. Aanrader. Klopt. En het was een lange film ook. Ja. Maar het voelde niet lang. En dat vind ik ook het kenmerk van een goede film. Ja. Dat je niet denkt van, we zitten al zo lang in de bioscoop. En wat ik ook wel erg reëel vond, maar ik weet niet of het helemaal reëel is natuurlijk, hoe Gary Oldman echt Churchill portretteerde. Ja. Het feit dat hij af en toe best wel een gek mannetje was, die Churchill. Ja, een alcoholist, zwaar alcoholist. Zwaar alcoholist. Zwaar roken, zwaar zuipen. Ja, echt. D&D night. Ik denk bij mezelf, als je zoveel drinkt op zo'n dag, als je opstaat met vodka en je luncht met champagne, maar je maakt wel dagen van... Maakte die dagen 14, 15 uur? Die man, want hij ging s'ochtends rond uur 4 ging nog slapen, weet ik wel allemaal. Die ging door die man. Dus maar ik denk, die is toch gewoon bezopen de hele dag? Ja, en toch niet. Dan weet je al lang een keer. Ja. Over beslissingen neem je dan? Ja, dat is niet doodging, hè? Normaal zouden we doodgaan aan een week als we wat zouden. Hij is oud geworden, Churchill. Ja. Hij is pitter oud geworden. Ja, hij heeft daarna nog een termijn, zelfs in de jaren 50 gehad. Maar niet afgemaakt. Nee, maar dan nog. Dan vind ik toch goed dat hij nog een tijd heeft volgehouden. Zeker weten. Dus, deze film. Ja. Ik vind hem een aanrader voor iedereen die gewoon goed verhaal wilt kijken. Zeker voor de mensen die geïnteresseerd zijn in deze periode. Dus eigenlijk begin Tweede Wereldoorlog. Fijn te zien op het grote scherm trouwens ook, vond ik. Ja. Ja. Ja, en er zitten niet echt actiemomenten in. Dus daar hoef je echt niet voor te doen. Nee. Maar gewoon een goed verhaal. Weet je, ik vind hem heel moeilijk te becijferen, eerlijk gezegd. Ja, ik vind het heel moeilijk een cijfer te geven. Ik zit te denken van, een 7. Ja. Maar als ik dat uit mijn bek krijg, dan denk ik, het is zwaar ondergewaardeerd. Ja, want het is wel meer dan... Want het is meer dan een 7. Ja. Alleen het is niet een klassieke 7, of het is niet een klassieke van, keiharde actie, je kan het vergelijken met dit of dat. En... Nee, maar daar mag je dus ook niet naar vergelijken. Nee, dus ik geef hem een 8. Want ik vond hem een hele goede, hij portretteerde hem heel goed. Het verhaal was heel goed, het zat allemaal heel goed in elkaar. De scènes waren mooi, het was gewoon echt een mooie, mooie film. Je hebt gelijk. Ik ga met je mee. Zo. Ik had voor je ook een 7 omhoog. Maar... Hoor, mijn overredingskracht is hier, dames en heren. Nee, maar ook omdat je iets langer hebt teruggekeken. Hij zit nog steeds in mijn hoofd. Het is een historisch document. Ja. Zo moet je hem zien. Dus een 8 heeft hij. Goed. En op die noot gaan wij afsluiten. Ja. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende film. Bedankt.